Je bent nog steeds niet geabonneerd, hè? Je wil het echt niet leren. Druk op abonneren, zet dat belletje aan. We zijn onderweg naar de 20.000 abonnees. Laten we dat gewoon halen. En omdat we de 17.000 abonnees hebben behaald, ga ik jullie belonen met 3 uploads in 1 week. Volgende week. Dus dinsdag, donderdag en zondag hebben jullie een GTA RP upload. En tussen een van die uploads zit 1 video die jullie 100% gegarandeerd leuk gaan vinden. Het enige wat ik kan zeggen is Mohamed Ali. Jalla, geniet van de video. Ah, de nieuwe dag, man. Oh, hoor die helikopter in de lucht. Ja, man, actief. Zo, je bent het snel opgehaald, hè? Sowieso, pa. We zijn actief, toch? Je brengt me ook meteen naar de kledingwinkel. Wat wil je daarmee zeggen, broer? Bro. Je wilt dat ik mijn outfit verande? Ik zeg eerlijk, het werkt gewoon niet, man, bro. Zeg maar, je bent meer toch, mijn brada en zo, maar... Het is wel een frisse outfit, toch, ik bedoel? Hij is misschien niet praktisch, maar hij is wel fris. Nee? Je vindt het wel niet? Nee, man, nee. Wat vind je van deze outfit dan? Angels, Chrome Hearts, Gucci shoes, zie je toch? Ik zie je spent wel, man, maar... Het werkt. Ik moet echt even wat doen aan die... Bro, hoe dan ook, het is beter dan net en laten we gaan, man. Nee, man, je bent niet Roman, man. Hey, luister dan. Ja? Ik zat zo te denken, ik wil een nieuwe waggie bij je, man. Oké. Okay. Ik zie veel boys rijden G-Wagon. Ik zie jij het motor, dit, dat. Ik heb alleen die M5 en die GT63S, bro. Jullie lopen te splashen op mij, terwijl je toch... Ik heb ook pap. Ik heb ook money. Ik kan ook laten zien dat ik waggies kan bijen. Ik hoor je wel, man. Wat regelen we dan? We zijn er, man. Wat raad je me aan om te halen? Wat kan er mee naar binnen? Ik zeg eerlijk, ik ben wel van een G-klasse of zo. Ja? Heb je die al? Oh, man, nog niet. Laat maar kijken wat is... Laten we die G-Wagon ook even testen. Oh, dit? Lelo. Yo, B. Je maakt mijn toekomstige waggie kapot, bro. Maar het was smooth. Goeie off-road ook. Sturen gaat goed. Ik hoor je, puur. Ja, man. Ik denk deze G-Wagon wordt hem, man. Ja. Oké, we gaan hem halen. Bro, met die kan je goed wegkomen, man. Geloof mij. Wauw. Nieuwe aankoop. Grof. Wauw. Oef. Blijf rustig, hoor. Zo, hij staat je wel, man. Rustig, ouwe. Netjes. Kijk die interieur op. Wauw. Dit is er eentje, hoor. Jawel, hoor. Laten we naar G-Block gaan, dan. Oef. Oh, broer. We moeten even die waggy pimpen, toch, man, pa. Even upgraden in die dingen daar. Ai. Laten we gaan. Maar zeg, laten we gaan. Ik ben benieuwd. Ik hoop niet dat hij mij naar een of andere crack-dealer brengt. Dat zou ik niet fijn vinden, namelijk. Oh, dit. Domestic Japanese European. Maar waar moet ik hem zeggen? Oh, kijk hier. Wauw. Zeg je maar. Black on black. Dat is wel fris, hoor. Rode tinta. Ja, laat mijn motor gewoon hier, man. Je wil gewoon met dit move, hè? Op, joh. Yo, we komen nu G-Block, man. Wie is dit voor ons? Ik weet niet, denk John. Hoppa. Oké, dan. Hello, Awa. Blijf je rustig of niet? Kijk mijn oude waggie daar. Ze willen upgrade, hoor. Ja, man. Je hebt wel een frisse garage nu, man. Ja, zeker. Hey. Dan gaat ze maar dicht. Waar zijn de rest van de boys? Beneden. Ja, maar ik kan ze hier naartoe roepen. Of ik kan naar beneden. Ik kom daar aanrijden. Ja, ik kom naar beneden, joh. Ah, ja. Gaan we gamen? Gaan we FIFA? Wat FIFA? We gaan net FIFA spelen, man. Wat zijn jullie aan het doen, boys? Koken? Ja, man. Ik heb wel honger, man. Oh, ik ga ook even zitten, man. Ik verdien het. Echt honger, man. Oh ja, helemaal vergeten. Ivan zou ook komen. Zei dat hij rond half op G-Block zou zijn. Oh, kijk hem daar. Wat doet hij? Wat doet deze kill? Bro, waarom zit je ook helemaal daar? Ja, die poort zit dicht, bro. Heb je die sleutels niet? Nee, bro, maak hem even open. Oh, kijk hier. Bam. Hek open. Oké, dan, je bent laat, man. Je zou om 3:30 zijn. Ah, bro, die fucking politie, hij heeft me gehouden, man. Wat dan? Wat is gebeurd? Ja, ze, ik weet niet, man. Ze waren etnisch aan het profileren of zo, bro. Bro, je bent wit, broer. Alsnog, bro, ik heb ook rechten, toch? Ja, man. Je ziet er wel een beetje als een mokker uit, denk ik. Bro, je zegt degene, bro. Jij bent er een, bro. Ik ben gewoon een Nederlander. Wat wil je daarmee zeggen? Doe je die deur nog dicht voordat er wordt ingebroken? Wat wil je daarmee zeggen? Dat wil ik echt niks mee zeggen, maar we hebben gewoon... een hele poort voor de deur. Dat maakt niet zoveel uit als deze deur open staat. Ja, hij is weer open. Ja, dat maakt niet uit. Laat maar. Kom, jongen. Niemand gaat inbreken. Er zijn best wel veel buitenlanders hier in de buurt. Oh, wat wil je daarmee zeggen? Dat alleen buitenlanders daar inbreken? Daar wil ik niks mee zeggen, maar gewoon... De veiligheid staat wel voorop, zeg maar. Ja, oké. Ja, ik heb wel misschien een leuk ideetje voor... we heten Get Back, weet je? Ja. Get Back op de politie, misschien? Je wilt ze terugnakken. Dat klinkt goed, man. Hey, boys. Ivan is er eindelijk, man. Hey, boys. Mij, man. Wat ruik ik?
Oh, is Ivan. Fuck up, nee. Nee, nee. Ruik maar aan mijn vingers, bro, dan mag je raden. Nee, man, niet luister niet, man. Dan, luister dan. Deze Ivan, hij komt omhoog. Omhoog, hij komt aanrijden bij die poort. En eerst, hij zet zijn waggie niet zeg maar in het G-blok. Hij zet hem voor de poort, omdat hij geen sleutels heeft. Iemand moet hem sleutels geven. Kijk even jou aan de auto. Ik heb hem, ja, deze man is om en boos. Hij zegt, ja, ik ben etnisch geprofileerd door de politie. Ik zeg, broer, je bent wit. Maar, toch? Oké. Okay. Wij heten Get Back, niet voor niks. Laten we een paar agentjes pakken en meenemen naar een boerderijtje of zo, weet ik veel. Weet je nog waar we met Mo Ali heen waren geweest? Ik weet het precies, bro. Ik bedoel, hè? Precies. We kunnen eens wel wat regelen, denk ik, toch? We kunnen die mannen daar echt op die knieën zetten, gewoon. Snap je? Wat zeggen jullie, mijn boys? Ready to run, man. Get Back aan? Iedereen is ready, broer. Hij moet wel een nakko hebben. Die honden hebben weer mijn fucking pistool afgepakt, man. Ja, en mijn... Ja, ik weet niet waar met mijn is. Ik had de mijne gegeven aan iemand. Hé, waar is die stash waggy van die goon vorige keer? Laten we zijn wapens pakken. Dat is gewoon bij mijn andere osso. Zo, of hebben jullie hier een nakko? Ik heb wel voor hem, man. Ja? Nee, je moet ook eentje voor Rico hebben als je wilt. Ja, ik heb. Hey, let's go dan. Laten we bewegen. Hoi. Bewegen, man. Hey, we gaan maar via deze komen, gezellig, boys. Wie heeft allemaal wapen nodig? Alleen Ivan. Ja, en ik, hè. Ja, komt goed. Dit is een mooie auto. Ik heb hier een Glock, wie wil die Glock? Geef mij maar die Glock. De politie moet echt niet meer gek doen, man. De hele dag mijn wapen afpakken en shit. Wil jij die Glock NS of wil jij hem Ivan? Oh, nee, ik pak die Glock wel, man. Ja, ik heb die Glock. En nu kunnen we echt wel mensen blazen, man. Les, kom met mij, Waggy, dan. Eldo. Ja, dan heb ik liever Barretta, politie, ja. Ga even bewegen met mij, Waggy. Hoe hard gaat deze? Drie barkie nog wat. Of rood, hè, ook. Kom, pakka, stap in, ben met mij vandaag. Hè? Wat zei je? Ik heb echt het gevoel dat je deze al hebt gehad, bro. Ik heb deze waggie net gekocht bij de dealer, bro. Je hebt hem niet eens gepolitioned? Nee, man, nog niet. Kijk hier, Avengers Assemble. Aight, heren. Gameplan. Ja, scouten naar politie, man. Als je eentje vindt, zorg dat je een achtervolging krijgt of zo. Bam, we hosten je die, man. Ik ben met Rico in die G-klasse. Of niet, Rico? Wat? Ja, man. Hoe hebben we nu dan twee? Ja, twee reserves. Maar unlock gewoon, in waggie. Een noodhulp reserve, maar gewoon. Ik denk twee is genoeg. Een tweede duizend is geen... Hij move naar die boerderij, boys. Ivan, weet jij nog waar het is? Ja, tuurlijk. Bij Gripsit. Er is Kamar controle. Niet naar grens volstaan. Weer om. Ja, dan moeten we even omkeren, man, boys. Ja. Kamar pas. Ja. Waar ga jij hier? Via route 50. Via La Fuente kan ook. Ja, ik ga via La Fuente. Hey, boy. Ja, bro, ben je gek? Sneaky. You know what I'm saying? Dit brengt alweer herinneringen op, man, Rico. Oh, dit is lang geleden, bro. Dus nog toen jij hier die shootout had alles? Oh, ik ben hier meerdere keer geweest, man. Hopen dat vandaag niet meer gebeurt. Hier. Zit je armen goed? Zo. Ziet er beter uit. Hij moet wel zijn recherchevest omdoen, man. Moet wel even duidelijk zijn dat die politie is, toch? Ja, inderdaad. Hey, boys, ik hoor sirenes, man. Nee, ik ben je nu dan? Wacht tot Scoto komt. Worden ze al. We gaan geen OV doen, gewoon onderhandelen. We gaan losgeld vragen voor deze chappies. Ja, toch? Dan weet je moeten we dat mensen doen? Toch weg van hier, of... Nee, bro. Oh, die. Kan je hier OV doen dan? Ja. Wat dan? Hey, boys, deze kant op, volg mij. Gaan we naar die kelder toe, man. Hier. Deze kant op, en dan hier naar beneden. Maar wat is hier beneden eigenlijk? Bro, ik ben hier lang niet geweest, hè? Maar ik ook niet, man. Hier kan je drugs meenemen, man. Ah? Er is wat aan toe, pap. Kom. Bro, dit is met, bro. Oh, dear. Boys, weet je wat? We nemen dit een andere keer mee, joh. Fuck dat. We hebben het toch niet nodig. Kijk, daar is de eerste, hè? Daar is de eerste. Perfect. Moest ze natuurlijk niet afschrikken, hè? Hey, gozers! Maar hey, Rico. Ik wil wel dat je even je frustratie uitbuit. Ik doe dit voor jou, hè, bro. Maatje, luister daar. Je hebt gelijk, man. Heddy of niet? Je moet, bro, je niet vergeten, ze hebben jou etnisch geprofileerd. Moet ik hem gewoon Heddy geven nu? Nee. Nee, man. Als je die guy herkent die jou heeft aangehouden, moet je het gewoon zeggen, bro. We pakken hem ook. Nee, man, martelen, bro. We zagen zijn tenen eraf, als het moet. Oké. Bro, imagine dat je 8 tenen hebt, bro. 8 tenen? Dat is wel kut, ouwe. Maar eerlijk, wat is de fucked stops, zeg maar? Welke teen wil je echt niet kwijt, zeg maar? De kleine teen, man, denk ik. Ik denk toch dat die grote teen fucked up is, man. Ja, om niet kwijt te willen. Ja. Hey, wat doet die guy? Wat? Man, loopt er gewoon heen, broer. Hij is gek, broer. Hij is helemaal gek, broer. Shorty, kom maar hier.
Bro, weet je welke moet blijven? Teen. Die kleine teen. Want als je die stoot, gaat die pijn hebben, snap je? Ja, gewoon aan dat ene hoekje aan de keukentafel, man. Maar bro, als die man kan niet meer sprinten, bro, zonder groep. Maar als je wil, kan ik ook gewoon zijn hersenen eruit blazen. Nee, het moet pijnlijk zijn. Nee. Ik wil zeg maar dat hij zeg maar lijdt, maar niet doodgaat. Snap je wat ik bedoel? Oh, jammer. Ja, ik hoor je. Dan moet je zijn enkels eraf snijden, maar kan niet meer lopen. Ja, maar hij wordt elke dag zeg maar herinnerd van man is aangepakt, omdat hij dat heeft gedaan. Zonder enkel is dat op zich ook wel een optie. Ik heb een idee. Of je doet gewoon twee grote tenen. Haal zijn nagel er eerst af en dan zijn teen. Dan heeft hij het twee keer zoveel pijn. Of je bindt hem vast aan de grond. Is die kerel die daar links loopt? Links, rechts, links. Helemaal rechts. Oh ja, ik zie hem. Daarachter die silo. De silo. Een headshot geven. Niet veel over nadenken. De heer... Kom maar, agent. Je ben je hier alleen met die Makai, of wat? Hij loopt gewoon weg. Oh, hij negeert me gewoon. Yo, ik zag dus. Hoe is het, jongen? Goed met jullie. We hebben deze gozer. Welke deze gozer? Oh, ben jij dit? Wie dan? Gaat het even gewoon heel veel? Nee. Ah, het is Mr. D, bro. Mr. D. Is het niet Gumpy? Gumpy? Nee. Oh, nee. Oh, Mr. D, bro. Ik ben niet zo gehandicapt, hè. Wil je zeggen dat je collega gehandicapt is? Eigenlijk een beetje dwars heeft hij. Oké, interessant. In ieder geval, mijn vriend hier is vanmiddag aangehouden. Hoe ik ben etnisch geprofileerd, man. En we hebben twee man van jullie fucking in dat huis houden. Ja. Ja. Dus kom hier met jouw mannen en kom serieus, man. Want jullie zijn met één auto, is niet serieus. En praat pas. Dat is het probleem. En de rest, die komen eraan, maar die hadden net een... Bro, luister, we kunnen hier een hele gevaarlijke situatie van maken, maar dat willen wij niet en dat willen jullie niet, snap je? Nee, als ze niet snel komen, dan moeten wij dingen gaan forceren. Ja, dat weet ik niet meer. Ik heb al een rapport geweest, maar komen eraan. Ga het regelen, bro. Zoals hij zegt. Honden. Yes, dat komt wel goed. Zie je zo, ja? Doe je petje af, man. Nee. Doe je petje af nu. Doe je petje af. Ik ga je schieten. Ik ga je schieten. Bro, ik wou hem slaan, bro. 2. Oké, dan. Loop naar Wagito. Al die mannen. Even gepraat met die mannen, maar ze zijn niet serieus, man. Ze geven niet om je maar een Sergio. Die worden op vierde klasse gezet. Ze komen hier met één Wagito. Ik heb nog niet eens verteld over jullie, man. We hebben twee man daar, bro. Ik heb helemaal vergeten. Kunnen we ze niet even brengen, zodat we even goed kunnen zien, gewoon? Ja, dat is wel een optie. Ik ga hem even zeggen, ja. We gaan die mannen duidelijk laten weten wat is. Kijk, je hebt een mooi politievestje. Kijk hier. Praat eens. Zeg niet maar naar de toeristen moeten blijven, hè, broer. Kijk, recherche, je ziet dat ook nog op erop staan, snap je? Oh, hey, wij zijn maar twee man waard, jongens. Nee, wij staan niet in de film. Besef, hè, jullie zijn hier, bro, al heel lang. Ja. En het enige wat er is, zijn deze twee mannen. Kijk, wij staan altijd klaar voor jullie en jullie komen met twee man. Ja. Wauw. Dit vind ik echt jammer voor jullie, man. Jongens, dit doet pijn. Een rug in de mes. Mes in de rug, man. Zullen we meekomen of... Bro, die mannen staan recht voor je neus. Oh, hey, Daniel. Wat het, jongen? Daniel. Mijn Jekka. Mijn guy. Kennen jullie elkaar? What the fuck? Wat is dit voor meeting? Er komen wel meer mensen aan, maar met helaas... Bro, ga het regelen, heb ik je gezegd, toch of niet? En doe die pet van je af. Zijn je dan tot die pet af? Hé, wacht even. Iemand maak even een foto van Lensio, als hij te pressen. Wie is die wat je daarachter? No, wie is Lensio? Hey, wie is Lensio? Wie de fuck is Lensio? Die linkerboy, daar zo. Die, kom maar. Ben jij Lensio? Nee, broer, ik niet. Broer, die is Aldo. Kom naar het huis, Aldo. Aldo. Pas zo maar mijn naam op je. Broer, wat hoor ik? Maar ik weet al wie deze boy is, bro. Ik ken hem al. Is ik herken hem door zijn hoedje, man. Ai, nee. Ja? Die man loopt te fluiten. Wat is Shomoda eigenlijk? Ik hoor een wagen achterkomen. Wat is Shomoda? Wat wil je komen zeggen? Ja, ik kom met heel slecht nieuws. Wat is je slechte nieuws? Er zijn geen eenheden meer beschikbaar omdat er een andere overval ook gaande is. Weet je wat ik denk dat we gaan doen? Ik denk dat we jullie allemaal gewoon moeten afknallen. Dat hoeft ook niet meer, meneer. Dus wat ga je dan regelen? Ja, maar ik kan niks regelen als ze niet kunnen komen. Ja, dat weet ik niet. Vraag het aan iemand. Nee, want dat geeft ze niet toe. Bro, vraag het, bro. Bro, we hebben twee man van de recherche daar, bro. Vraag het. Ja, ik weet het, maar dingen. Ze zijn wel bezig ermee. En ik dus, als jij nu wil aankoppelen, dan moet je toch weten waar het is, bro? We weten allemaal... Ga je fucking normaal doen of niet? Oké, rustig. Ga je fucking normaal doen of niet? Hey, Daniel, luister dan. Ik ben een onderhandelaar, meneer. Dat kan je niet zomaar... Daniel, luister dan. Ik kan alles maken wat ik wil, broertje. Regel het. Heb je me begrepen? Ja. Ik wil je niet doodmaken, broer. Maar regel het. Maar regel het gewoon, snap je? We kunnen het gewoon zakelijk oplossen. Eerst volgende keer dat ik jou hoor praten, wil ik horen de eenheden zijn onderweg. Ja, is goed. Nee, even niks gestuurd, bro. Vaka, hoe bedoel je? Wat zie ik? Zijn ze er eindelijk? Nee.
Wat is Choppy aan het doen? Nog een keer op. Daar is een recherche aangekoppeld, man, in die RSS daar. Oh, interessant. Hij reed net zeg maar gewoon zijn collega aan. Ja. Ik zie meer recherche dan noto, broer. Ik zag het via mijn telefoon van mijn camera. Ja, hopelijk kan hij wel iets regelen, man. Boys, ze komen. Ik ben je bodyguard nu. Goedemiddag. Goedemiddag. Hebben jullie allemaal zo'n apparaat in je keelgat gestopt? Dat is niet je normale stem, je bent geen Pop Smoke, maat. Nee. Vond die leuke grap weer, jongens? Jongens, alles goed dan? Oké, wat zijn jullie eisen? Wat zijn jullie eisen? Luister, mijn mat hier, hij is etnisch geprofileerd. Hij werd aangehouden door de politie. Ja, dat konden wij niet pikken, dus hebben wij wat agenten voor jullie gepakt. Alleen, ik heb gemerkt dat jullie er heel laks mee omgaan. Ik zie één gare RSS, een of andere off-road auto en that's it, man. Er staan twee van je recherches daar op het terrein. Bro, wacht even, maar waarom heb je die helm al precies? Ik zou wel graag dat je een andere helm gaat kopen. Waarom? Omdat ik die ook heb, bro. Ja, toevallig bij zo'n. Het is mijn stilo, grap. Ja, dat zeg je me wel iets. Eerst niet profileren en nu zeg maar stilo stelen. Heb je ooit van gehoord bij die Poolse bies? Ja, ik versta jou af en toe ook niet, hè, broer. Dus zet die stemapparaat van je iets hoger of zo, man, bie. Want Broski, luister, meneer de recherche. Ja. Allemaal leuk en aardig. Zorg dat al die mannen hier naartoe komen. Want dit is serious business. Ja, we hebben twee man van jullie daar. Recherche en een weet ik veel wat het is. Ook een politieman recherche, ik weet niet wat het is. We hebben ze hier, ja. Hoe is ze levend? Kom nu met al je mannen hierheen, bro. Anders en niet vergeten. Gaan we ze gewoon... Neem ook een beetje pap mee, toch, man, pa. Nee, we willen losgaan voor die mannen, snap je? Ik wil eten, man. Ik wil tonnetje de mannen, tonnetje de mannen, tonnetje de man. Oké, dat geld kunnen we waarschijnlijk regelen. 100. Maar onze mannen, om het zo te zeggen, onze collega's, dit is zeg maar bijna alles wat we hebben. Maar je weet dat ik jou gewoon nu... Beentjes, bam. Nu je bent neer. Maar, ik kan hem doodschieten. Maar hoe is dat mogelijk? Heb je meer mannen? We weten dus ook. We weten niet waar het aan ligt. Maar we zijn er mee bezig. Ik ga ook bij de nul in. Bro, spam die Kaulo. Bro, zeg hem noodknop, alles. Ik wil dat jullie alle drie noodknop nu indrukken. Anders ga je dit is. Allemaal noodknop nu. Meneer, ik zou mij niet bedreigen als ik u was. Maar wat voor je boy? Ik heb twee van je mannen daar, bro. Onderhandelen, maar ze zullen dit. Ja, meneer, wil ik je niet bedreigen, bro? Wil ik je niet bedreigen? Praat met me. Laat seks met me, bro. Zie wie de main character hier is. Bro, je moet niet denken dat je main character bent. Hey, moet de politie aan, man. Daar is al meer. Als u deze pad op gaat, dan laat ik de DC koppelen en dan is het allemaal. Oh, DC kan nu wel koppelen. Pas op. Hey, ik heb nog twee boys. Ik heb het gevoel dat deze man belangrijk is of zo, man. Hij kan wel DC laten koppelen en zo. Deze gare mannen kunnen niks, bro. Ik denk eerder, maar oké. Bro, als we die man ook hebben, bro, hebben ze helemaal niks, bro. Geef die man terug. Ja, geef die man terug. Niet gek doen, bro. Weet wie hier Badahari is, bro. Wat houdt er nou, ja? Ja, Rico, kom wakker. Hé, maar boys, luister dan. Wij gaan niet schieten als jullie niet schieten, hè? Wie zijn Badahari en wie zijn Rico? Huh? Wat? Wie zijn Badahari en wie zijn Rico? Ze zijn vechters, internationaal, bro. Ken je ze niet of zo? Heb je nooit gezegd dat jij Lionel en Messi bent, bro? Ja, bro. Iedereen heeft gedromen. Iedereen heeft idolen en dromen, bro. Wat wil je nou zeggen dat wij, omdat wij alle getoond... Ben je nu weer aan het etnisch profileren, bro? Snap je? Dus ik kan zeg maar me niet identificeren als... Ja. Hey broer, dit is raar, man. Ik identificeer me als Badahari, ja? Als je daar problemen hebt, dan ben je gewoon tegen de rechten van de rechten. Tegen principes van 2023. Ja, dat mag je niet doen in 2023. Ik kan je doodschieten voor dit, wist je dat? En dan zou er gewoon niks gebeuren. Mij kan je niet cancelen voor dit. Dan zou hij zeggen... Wie de fuck is deze, Chappie? Ik identificeer me. Hoe is dit? Ik kan niet identificeer me. Als een Bosch PHP SP 95. Dat mag! Ja, dat volkomen gelijk! Ja, goeie ding! 5. Goeie ding, bro. Geef jou de ruimte om zeg maar gewoon te zijn wie jij wil. Juist! Je wil zijn. Zometeen als jullie klaar zijn, dan gaan we gewoon verder, hè? Want ik heb geen zin in dit... Regelijk ambulance, man. Want, kan een bloedbad worden op deze manier, man? Of ik bedoel, mensen hebben honger. Ik geef iets naar achteren daar, hoor. Dan ga ik wel zien. Achter de auto, doe een beetje schuilen en zo. Doe een beetje interessant. Zet misschien een tentje op, want het wordt al laat. Serge. Niet vergeten, deze die in de lucht gaat, kan zomaar een van je mannen belanden, ja? Dus regel het. Dat is niet heel fijn. Bro, waarom schiet je zoveel? Waarom praat je zoveel? Waarom praat je zoveel? Lelijkert. Bro, ik praat niet eens veel. Ik stel één vraag. Waarom praat je zoveel? Je praat veel. Lukt het? Ja, lukt het, bro. Hey, mond. Besef, al die mannen gaan gewoon zo, jij moet helemaal onrecht nemen. Die oude benen van je kunnen niet meer. Wat wil je mee zeggen, oude benen? Die kunnen er niet meer. Nee, je wil zeggen dat ik mijn laatste paar matches heb verloren, dat ik zeg maar nu niet meer... Bro, ik kom back aan het einde van het jaar, B.
Bro, maar je bent heet, hè, bro. Je draagt nooit masker en zo. Oh, zie niet die scarf in mijn nek? Nee. Bro, hij laat lijken, bro. Bro, hij denkt hij is Hitman. Agent 47. Hij heeft een masker op Agent zijn hoofd. Agent 47, moet ik jou een 47 in je hoofd geven, bro? Hey. Waar de fuck komt die vandaan? Hey, meneer Kal. Wie noemt mij meneer Kal? Wat is je naam dan? Ik geef gewoon een kogel. Wat is je naam? Ik kan je nu gewoon geven, Abby. Meneer Kal, oh my god. Hij is wel gek. Hey, laat me die man binnen nemen voor een treatment, bro. Rico, meekomen. Treatment? Wat voor treatment ga je hem geven? Rico, meekomen. Hey, ik ben met jou. Let's go, Kat. Dan moeten we eens breng hem naar beneden, naar de kelder. Hier links. Hier links weer door die deur. Oh nee, hier links aannemen. Aanhouden met je aannemen. Oh, is een gekke GPS of zo. Bro, praat normaal tegen die man. Hey bro, luister, maak me echt vandaag niet gek, bro. Want ik zweer dat ik weet niet wie je bent. Ik weet niet wat je bent, bro, maar ik zweer. Dit op je knieën. Collega's, ja. Gaat niet. Is meer politie gearriveerd zometeen. Dat was perfect, bro. Op de knieën. Ah, nooit nu. Genoeg. Gaat niet. Ik ben verkeerd. Dan trap ik op de knieën. Bro, trap in zijn kuiten, bro. Dan gaat hij zo in die knie holten. Kijk het hier. Luister dan weer. Hoezo? Heb je nog nooit op de knietjes gezeten? Nee. Alles is de eerste keer, toch? Ah. Hoezo noem je mij meneer Kaal? Ja, hoe moet je anders noemen? Ik weet je naam toch niet? Wat de Ari is de naam, broertje? Eerlijk, deze is voor jou, man, bro. Hoe doe je deze voor jou? Wat wil je doen? Ik weet niet wat jij met wilt doen. Wat? Hey, yo, dat is kind of sus. Hey, yo, man. Laat me even naar boven gaan. Hij handelt het wel even, ja? What? Hey, yo, dat is kind of sus. Hij zegt, ik wil hem meenemen voor die treatment. Daarna hij zet hem op zijn knieën. Hé, hey, laat me je masker ook even van je gezicht trekken, man. Boys, ga naar boven. Ja, bel me als je 100. Les, wat is je naam? Mijn naam is Kamara Gerg. Wat is je naam, heb ik je gezegd? Klaas van de Blok. Je bent van de Blok? Nee, dat is mijn achternaam. Aha. Blok. Laat me die masker van je gezicht even trekken. Kijk het hier. Weet je, weet je wat die man zijn naam is? Klaas van de Blok. Klaas van de Kok. Dat zit af van. Les, Klaas, ik ga het heel simpel houden met jou, ja? Om mij nog één keer, meneer Kaal. En deze kogel gaat rechtstreeks naar jouw knie. Heb je dat begrepen? Niet mijn knie. Heb je dat begrepen? Ja. Oké, dan mag je opstaan van mij. Help me even. Help hem eens. Ik help je wel. Voorzichtig op. Kom met mij mee. Mag ik wel mijn masker? Nee, je mag je masker niet op. Meekomen. Die man is helemaal gek. Hij denkt hij kan mij Mr. Kaal noemen. Want niemand kan mij Mr. Kaal noemen, bro. Gespierde goonie, ja, ja? Je ziet me toch, man. Wey, yo, ik zie maskeren eraf. Ik heb die man een goede treatment gegeven, broer. Weet je wat die man zijn naam is? Kaas van de Blok of zo, man. Ik weet niet, dat is zijn naam, man. Kees of zo, Kees van de Blok. Ik zeg je eerlijk, je visie is wel geburnt. Maar die man zijn naam is niet Kees. Zeg even cheese, zeg even cheese. Ik heb die man een goede treatment gegeven, man, Rico. 100% aanraden, man, B. Bro, hij gaat gelijk zo zitten, bro. Wacht. Wie heeft zijn masker afgedaan? Ik heb zijn masker afgedaan, pa. Gaan we beginnen met onder andere... Ja, let's go. Ik loop nooit, Chapa, je ziet me toch. Bro, ik irriteer me aan die man die zo breed loopt, maar hé. Wat loop je zo breed eigenlijk? Ja. Helm. Even rustig, bro. Ik heb jullie eisen en wensen voltooid. Ik heb heel veel mensen. Ik mis nog wel de tent, man. Maar voor de rest heb ik... Ik mis nog één belangrijk dingetje, man. Dat is wat geld, man. Oh ja, dat is een dingetje. Nee, je wilt het vergeten, zeg maar, om te doen, maar luister dan. Ja, ik was druk bezig. Ah, die kan zo in je kont gaan, broer. Niet vergeten. Snap je? En die penetreren, bro, kan ik je wel vertellen. Niet vergeten. Denk aan je bloeddruk. Oké, jongens, als jullie weer teruggaan, dan gaan we ook weer terug en dan ga ik het gewoon regelen, ja. Hé, man, echt van, man. Hé, maar hé. Het is wel anticlimax, man. Anticlimax, dat vind ik echt niet leuk. Is recherche. Nu pas willen ze komen. Ja, is recherche. Is er recherche? Man, dat geen stress. Boer, meer recherche dan politie. Die mannen van Bari, wat gaat die recherche doen? Bro, wat? Broer, laat toch maar spreken. Mijn brother, wat is je plan dan? Wie luistert, het gaat heel simpel zijn toch? We gaan die doekoe klemmen. We laten die doel studios hier achter. We reden allemaal naar links en rechts mixing. En dan komen we gewoon weg. Hoe doen we het altijd regelen? Je weet wat ze zeggen, vecht tot je laatste druppel. Snap je? Hij zei dat hij van mij hield, man. Ja, zo, jij altijd met je nonchalant boy praatjes, bro. Jij rist zelfs agenten, bro. Doe normaal, man. Ja, ik zeg tegen hem, is het normaal geworden dat je daarin rijdt? Hij zegt ja. Ja. Daarna ik loop weg. Maar hoezo rist jij een agent? Hij rist mij, gewoon. Het komt van beide kanten. Zulke dingen niet. Ik heb hier nog een rister gevonden, man. Hij rist agenten. Bro. Oh my days. Not again, Lensio. Ik zeg tegen hem, niet die fouten maken, toch? Bro, ik loop naar hem toe, die recherche. Ik ging een paar vragen stellen, ik loop weg. Wat heb jij die B-brugtas om? Er zit niks in.
bro. Ik heb veel hierin zitten. Wat heb je erin zitten? Daar zit zijn Riz in. Daar zit zijn Riz in. Ik heb repair kits, scharen, tire wraps. Aha. Ja, man. Besef hè, voor 2 ton doen we dit allemaal. Ja, dat is gewoon puur uit in principe. In principe of principe? Principe, zei. Nou, je zei in principe. In principe kan je ook niet. Ik ben nou pika's aan het maken, wacht ervoor. Oh nee, hij is aan het kijken met de verrekijker. Wat loopt die man te scannen eigenlijk? Nee, maar hij kijkt met die infrarood camera. Kan je zien hoeveel mensen in die osso zitten. Aha. Door muren heen, alles. Oh, dat is wel lijp. Ja, denk hij wat slim zijn. Hé, hey, die mannen komen alweer op ons aflopen. Ik zie die hey, die koffer. Oké. Mannen hebben koffer gefixt. Oké, dan. Kijk, dit kan ik waarderen aan je. Wat is je naam eigenlijk? Voor jou is het laat me je Code Jan noemen. Code Jan, ik kan je waarderen, man, pa. Ik kan je echt waarderen, man, op deze manier, man. En ik hoop dat je mij ook kan waarderen, toch? Weet je wat? Fuck Code Jan. Ik noem je Jan Hitman. Hoi, die. Hey, die is lauw, man. Die is lauw. Ja, man. Goed. Ik heb wel een tegeneis. Ah, wat is je tegeneis, man? Doe normaal, man, Bie. Wie heeft je de leiding? Ik of jij? Nou, ik kan altijd een tegeneis stellen. Oh, wat denk je dat dit is? Meneer. Bro, praat, papa. Tegeneis is, ik wil een van mijn collega's terug hebben. Voor het geld. Eentje maar. En die andere mogen wij houden, hoor. Dat is cool. Hey, Lensio, wakker mee. We gaan Kees van de Kok weggeven. Kees. Wakker. Yo. KC. Ik ben Klaas. Oh, Klaas. Sorry, man, Kees. Klaas. Die andere is Kees. Sorry, Kees. Kijk hier, ik heb Kees voor je, man, pa. Als jij denkt dat het nodig is, mag het. Maar geef die koffer aan een van mijn compagnons. Hé, compagnon, ontvang even die koffer van hem. Die moet hem hebben. Even maar een imaginary Rico Verhoeven hier. Die collega van okay, jullie daar bij die auto mag even weggaan, ja, daar. Als iedereen even afstand neemt. Even iedereen afstand, boos. Hoppa. Hoppa. Wow. Voor geld. Op weg. Aan de kant, luister, man, pa. Hey, broer, ik kan niet bukken voor geld. Je moet uit de buurt, Oeh, hoe zie ik dan maar een tonnetje? Tonnetje de man, zei ik, brada. Ik heb er 2 van je hier. Ik heb toch echt een dog, hoor. Ik zei tonnetje de man. Tonnetje de man, broer. Kijk, je eigen collega bevestigt het zelf. Of is een andere ton, man, bro. Je gaat deze man niet krijgen, broer. Tonnetje de man. Tonnetje de man is elke per persoon. Oh. Hoor je niet wat die man zegt? Hij zegt, ja, ik wist niet dat het tonnetje de man was. Hij dacht ton voor 2. Helemaal gek geworden, joh. Ja, maar ik weet toch niet wat tonnetje de man betekent. Oh, tonnetje de man. Broski, luister. Er zijn 2 mensen hier. Ik zeg eerlijk, je bent al sneller dan al die andere mannen met geld regelen. Maar regel nog een tonnetje. En dan hou het gewoon gelijk zakelijk en dan kunnen we gewoon allemaal verder ons met bedenken. Ja, ik ga zo zeker kort met 2 ton. Ja, maar dan ja, geen stress. Hou die ton van je, wij houden die rechercheur van je. Ja, ga maar terug naar je ding, ga daar maar kreeltje achter je RS6 en dan zien we je morgen wel weer. Safé is goed. Meneer, kom even terug. Man, hij wil geen tonnetje de man regelen. Shit, man. Sorry, man, Klaas. Sorry dat het zo moet lopen, man, pa. Ik laat je nog even hier zo. Ja, wij gaan nog akkoord om één van jullie mannen gewoon nu te geven en dan het geld in ontvangst te nemen. Dat is ook een risico voor ons. Je zegt toch tonnetje de man? Ja, dat is 1 ton. Ja? 100.000 euro per persoon die wij hebben gehostage vanuit jullie kamp. En als jij niet vindt dat elke rechercheur 100.000 euro waard is, dan gaat er iets mis. Huh. Dat zijn zeker waard. Allemaal hetzelfde waard. Oké. Maar ik wil nu een van mijn collega's terug. Dus ik ben meer dan blij om jullie die ton te geven. Ja, maar die andere ton moet ook komen. Snap je? Ja, ik ben vast wel overtuigd dat je dat gekregen van de overval hier zelf. Ik heb de overval hier nooit gestart, broeder. Wat zit dan? Wat zit allemaal? Dit is gewoon letterlijk een gijzeling omdat mijn mat die etnisch geprofileerd is, broer. Denk je dat ik hier voor jokes sta? Ja, bro, we zijn hier. Bro, ik heb die meth en cocaïne in die fucking kelder niet nodig, broer. Hey, jullie hebben ook nooit een melding ontvangen dat hier een overval gaande is, broeder. Dus ga niet gek doen, hè? Nee, we hebben hier schotenmeldingen. Ja, schotenmeldingen toch? Ja, dat zijn geen overvalmeldingen toch? Dat heb ik ook een keer gedaan. Dat is wel dat jullie deze collega recherche zou ik ja, bro, praat goed met je Mattie, alsjeblieft. Ja. En dat zijn helemaal gek, joh. Ze denken we hebben overval gestart. Hey, boys, praat even met Badr, man. Zijn hoofd zeg je. Boys, even centraal, man. Ik heb familie, man. Ik heb kinderen, alsjeblieft niet. Ja, bro, zeg dat tegen Yamati. Wij willen gewoon een tonnetje. Hier, laat me tegen hem praten. Ik ben zijn 0-1. Je collega zegt dat, wij niet. Hé, hey, breng die man naar voren. Kom. Ik join up. Praat, pap. Yo, man, we hebben deze man en hij zegt dat hij je baas is. Yes. Nee joh, we hebben dus zijn baas. Je mag even in jullie porto zeggen dat ons collega daar wordt vrijgelaten. Jullie willen dat hier meer eenheden komen? Hey boys, dan hebben jullie kamer onderschot of zo? Mijn collega's nu nog slapen daar. Ja, ga daar weg jongens. Je gaat niet schieten. Ga je niet schieten, ga weg daar.
Volgens mij heb ik de instructies al begrepen. Alleen jullie willen niet daar mee doen. Nee, ik heb tegen jou gezegd, ik wil een ton per persoon. Ik heb 2 personen van jou gehosted. Jij komt hier aan met een ton. Ik heb nooit een overval gestart, dus ik snap niet hoe jij denkt dat een ton voor 2 personen goed is. De 5, pak maar. Wacht op met die man, bro. Pak maar. De familie en kinderen, maat. Pak maar. Familie en kinderen, bro. Pak jouw wifi, hè. Ik hou van badden, hè, Yusuf. Hoofd is altijd thee met hem. Bro, maar dit soort dingen, je moet niet spelen met mijn pap en met mijn mensen, bro. Want ik ga je blazen. Bro, zijn hoofd is zo heet. Komt stoom vandaan. Laat me die velg niet bossen, bro. Weet hoe het doet, hè? Oh. Wat? Zie, ik zei, bro, ik zei, bro, laat me die velg niet bossen, bro. Die RSS werd bang. Die dacht van, no man, bon dit. Laat me weggaan. Hey, Haribo. Hey, bro, wie noem je Haribo, les, joh? Ik zeg veel mannen, man. Ik zeg daar DC alles. Er staan 3 DC op. Ah, geen stress. Laatste, broer. Laatste. Dankjewel voor de medewerking dat de collega's hebben losgelaten. Maar voortaan graag jouw collega's ook hier laten blijven. Ah, broer, doe niet alsof we dit elke dag doen. Bro, wat is er met deze mensen aan de hand? Dit is geen shortcut of zo, bro. Dit is mijn huis. Maat, ik zeg eerlijk, je moet je huis gaan opbouwen. Ja. Waar is dezelfde persoon of moet ik dan iemand anders geven deze keer? Geef maar aan mij. Weet je wat, geeft maar aan mijn compagnon hier met de Moncler-jas. Oké, als jullie beiden, tenminste iedereen die geen Moncler-jas aan heeft, even weggegaan. Je hebt die doekoe? Zet het in die nieuwe G-Wagon van mij dan. Heb je die money? Ik weet niet welke van mij is, hoor. Wacht even. Ik kon ons echt lopen. Wacht, ik doe even die... Oh ja, toch is goed. Bro, ik zet het gewoon in bij de dash. 100. Ja, loop even mee, jij. Laat me die mannen ook afgeven. Ik wil zien, man. De hele dag gebeld is zo'n fanboy, bro. Je bent popping op Insta live, hè? Ik ben zo terug, de collega. Huh? Waar is die collega van hem, man? Recherche, waka, loop naar die mannen toe. Jij ook, politie, loop naar die mannen toe. Jij ook, Recherche, wil je hier blijven of zo? Loop. Waar ik kan niet zien. We zijn er wel vastgebonden. Ja, ik kan je even losmaken? Born to die, born to be gay, hè? Wat? Hey boys, wat zeggen jullie, maar we gaan nu gewoon loesoe? Bro, gewoon rijden toch? Jij gaat rijden? Ik kan, als ik überhaupt kan instappen. Hey. Zijn jullie klaar voor, boys? Hey, loesoe. Pas op, Ninivie, die kwam niet. Daar staan ze, letterlijk. Af en toe moet je riskeren, brada. Af en toe moet je riskeren, brada. Rijden. Oeh, die... die kan niet meer doorrijden, neef. Kijk hem, smurf. Die kan zeker niet meer doorrijden. Hey boys, ik wil mannen poppen, broer. Ik hoor je PC wel, man. Hey, ga naar de garage. Hey, Wrangler gaat naar de garage. Is hij van ons? Ah, fuck. Of we moeten nu ook naar de garage. Bro, bij de garage staat hij daar. Nee, bro, pas op. Dat zijn die mannen. Zo blijven staan, grap. Hey. Bo. Repareer die waggie. Is die waggie gerepareerd of niet? Tapin, nee, ik heb geen Doe zo! We moeten die waggie repareren, man, broer. Heb je ja, repareren? Maar ik moet. Ik kan je koffer houden. Hey boys, we luisteren dan, wij moeten repareren, man. Kan iedereen. Ja. Waar? Blijf rustig rijden. Wacht, nee, wat moeten we doen? Overstappen? Hey, Loesoe! Pap in, Ivan! Oh my days. Loesoe, allee! Vel, we zijn op vel. Gisteren, we zitten op zand. Ga naar de, hier links. Ja. Je hebt zeg maar zo'n airport ding, toch? Laten we daarin gaan. Nee, dit wordt het. Ik ga bij die in een vliegtuig. Hier links kunnen wij repareren, direct. Hey, één iemand moet repareren. Kan jij dat doen of niet, Rico? Handen laten zien. Meneer. Mijn been, man, pa. Mijn been. Ja, ik heb mijn wapen in. Kan je nog lopen of ze moet er pand mee? Ja, even een klein stukje op mijn been, man, pa. Ik vind het goed als ik even deze meneer eerst help, anders gaat hij snel. Nou, weet je wat de fuck die been? Aldo, gaat goed. Nee, ik heb pleister nodig, nee, grote nee. Man. Je gaat pleister regelen voor die man, heb je dat begrepen achter je? Nee. Ah. Ah.
Ah, kijk die man hier, jullie hebben me geschoten toch? Jullie wilden me houden toch? Ben je geraakt wat? Ik ben neergegaan aan Lutsbroek, ik was even nokkie man. Maar ik heb die man in beentjes geraakt en alles voordat ik neerging. Gaat alles goed met je? Ja. Waar is Rico? Rust een beetje, ja, drink je water. Rico. Luister dan wat ik heb gedaan. Bro, ik had die man in beentjes geschoten, alles. En instant, alles werd vaag. Ik hoor piep. Bro, is geen stress bro. Luister. Iedereen werd beschoten door die DC-mannetjes, broer. Twee DC, ik had ze allebei benen, bro. Fuck, man. Bro, ik vertel je alles later, bro. Komt goed. Hey, Rico. Rico. Ik denk we moeten gaan move van je, man. Ja, we moeten hier weg, bro. Hij zag er een beetje gevaarlijk. Nee, man. Let's go, dan. Pak een waggie en we gaan. Zeg tegen die boys ook. Waka, McLaren. Hey, boys, ik hoop dat het volgende keer een andere ontmoeting wordt met jullie, maar... Mogen we losgemaakt worden? Dat is het ook, Mogen we losgemaakt worden? Hey, jongens, doorgaan, jongens. Jojo. Ah, broers, ze kunnen zichzelf losmaken. Hey, boys, we gaan nu weg, man. Hey, boys, luister, dan laten we allemaal een outfit switch ook gooien. En dan kunnen we dit gezeik achter ons laten. Rolly AB Paddock, I can choose. Rich nigga got a lot of juice. Shout out to my lawyer, that boy smooth. I been saving money like a Jew. Still pouring up by the deuce. Nigga, who the motherfuck is you?